Wow, dit is super moeilijk. Wie moet ik gaan kiezen? Ah, we kunnen ze gewoon allemaal kiezen, man. Hoe moet ik dit ooit gaan? Hier kan ik toch geen keuze in maken, jongens? En dit is een Roblox-serie. We gaan eens kijken wat het is. Ik heb geen idee. Jullie zeiden dat dit misschien wel leuk was voor mijn kanaal. En dan ga ik het gewoon natuurlijk proberen. We starten een nieuw game en moet je kijken. Dit ziet er wel echt vet uit. Dit lijkt me wel een heel vet Pokémon-avontuur, jongens. Ik ben zo benieuwd wat dit ons gaat brengen. Ik heb geen idee. Ik heb werkelijk waar geen idee wat dit ons gaat brengen. Maar het ziet er een soort van uit... Als Minecraft meets... Ja, Pokémon dus blijkbaar. Ik weet niet wat we moeten gaan verwachten. Ik denk dat jullie het wel weten. Misschien hebben jullie het al een keer gespeeld. Of laat het vooral even weten in de comments. Jullie moeten me gaan helpen. Want ik heb dit nog nooit gedaan. Ik heb nog nooit een Roblox gespeeld. Dus ik weet niet wat er gaat gebeuren. Het is een zwart schermpje. We worden wakker. Ja, het lijkt ook wel een beetje op Lego of zo. We lijken ook wel een beetje op een Lego mannetje. Oké, wat gooit hij nou weg? Sta eens even op. Oh, wait. Kijk ons kapsel. We hebben echt een goed kapsel, jongens. I can't believe today has finally come today. Get my first Pokémon from the Pokémon Professor. I've always dreamed of setting out on my own adventure with Pokémon by my side. There are so many Pokémon in this world. I hope to discover them all one day. Well, better get going. Oh, I almost forgot. I need to fill out my trainer card. Oké, nu moeten we dus een trainer card gaan maken. Ik heet Rickachu. Yes. Waarom doe je zo raar? Ja, boeien. Dat zal wel. Awesome! I'm that much closer to official becoming a Pokémon trainer. Oké, dit spel is nog niet helemaal af. En we moeten er erg in houden dat we dus zelf gaan saven. Kijk, hier lopen wij. Net als in een echt Pokémon avontuur, jongens. Is mijn moeder thuis? Nee, mijn moeder is niet thuis. Ah, kijk dit Eevee. Eevee schilderij, superleuk. Superleuk, superleuk, superleuk. Nou, we gaan eens op zoek naar... waarom hebben wij zo'n stomme naam? Ik vind het niet leuk. Nou, ik zal wel wat verkeerd gedaan hebben. I can't believe we're getting our first Pokémon today. This is the day we've dreamt of since we were kids. I'm on my way to the lab to get mine right now. Oh yeah, your parents wanted to see you before you went to the lab. I saw them pass my house earlier, heading towards the digging site. Hurry and go talk to them. I'll be waiting for you at the lab. Oké, we moeten dus naar de digging site. Helemaal goed. Waar is de digging site, jongens? Waar is de digging site? Ik denk dat daar de digging site is. Ja, hier moeten we naartoe. Ik denk dat mijn ouders hier zijn. In ieder geval zie je mijn naam rechtsbovenin wel goed staan. Dus ik hoop gewoon dat mijn naam gewoon oké is. Zijn dit mijn ouders? Lijken op een soort van Indiana Jones figuurtjes. Well, that ought to take care of it. We have to keep this a secret for everyone's safety. You're right. Oké, ze moeten een geheimtje bewaren. Het is gevaarlijk om daar naar binnen te gaan. En ze willen niemand daarover gaan vertellen. Maybe we can tell the professor. Maybe you're right. Ja, sorry paps, mams. Ik heb dit... Ik heb dit gehoord. Hey champ, today's the day you get your first Pokémon. Yeah, we gaan onze eerste Pokémon krijgen. Sorry we didn't meet you, I don't. We just discovered something in the cave last night. As archaeologists, your mother and I are very thorough in our work. That's right, but enough talking. Let's head down to Professor Labs and let you pick... Ah, we gaan onze eerste Pokémon krijgen. Yay, yay. Professor, ik kom eraan. Ik wil mijn eerste Pokémon. Ik wil heel graag mijn eerste Pokémon. Yeah. Geef me mijn eerste Pokémon. Kan je ook springen? Trouwens, kan je op een of andere manier springen? Nou ja, als jullie dat weten, hoe ik kan springen, laat me zeker even weten in de comments. Want waar is trouwens de professor? Wat is het huisje van de professor, jongens? Is dit het huisje van de professor? Mogen we hier naar binnen? Dit lijkt me niet de professor. Nee, dit lijkt me niet de professor. Kunnen we praten? Yes, I remember when they used to say there's only 150 Pokémon. Dus... Oh, wow! Kunnen we echt alle 700 Pokémon vangen in dit avontuur? Dat zou echt heel tof zijn, jongens. Oh, we zien daar die twee legendarische Pokémon. Ik ben even de naam kwijt. Waarom vergeet ik de naam van die Pokémon? Dat kan echt niet. Ik vergeet nooit de naam van een Pokémon. En nu zit ik een gameplay video op te nemen en nu vergeet ik de naam van een Pokémon. Ik weet dat de een met een A was en de ander... Latios en Latias. Hè, zo. Waarom,
kon ik dan niet onthouden, jongens. Ik word echt enthousiast voor dit spel. Merken jullie het? Ik vind het echt leuk. Do me a favor and keep an eye on Jake for me. He's a very spirited young man, but he's not the brightest. Oké, okay, dit is dus het huis van Jake. Hallo mevrouw, hallo moeder van Jake. Hey, Jake's so excited to be adventuring with you. I remember you to staying up. Ja, yeah, oké. Niks bijzonders hier. Zo wel weer een leuk schilderij. Ze hebben echt wel veel werk gestoken in al die schilderijen, volgens mij. Die schilderijen vind ik wel leuk. Ik wil die schilderijen ook in mijn huis. Die zijn super tof. Dit is de kamer van Jake. Lijkt heel erg op de kamer van mij. Maar dat maakt me niet uit. Want we gaan gewoon lekker door met ons... met het begin van ons avontuurtje, jongens. Ik heb er heel erg veel zin in. Ik ben super enthousiast. En we gaan dit gewoon doen. Is hier iets? Nee, volgens mij niet. Is hier iets? Ja, hier is wel iets. Is dit dan het huis van de professor? Wie ben jij? Met je mooie hoedje. Did you know that Pokémon are better at using moves of their own type? It makes sense. Ja, dat weet ik. Als je een Pokémon gebruikt die een move van zijn eigen soort doet, dus een gras-Pokémon die een gras-move doet, dan is het sterker dan een andere soort move. Dat wisten we natuurlijk al. Maar waar is de professor? Waar is de professor? Want ik wil mijn eerste Pokémon. Ik wil mijn eerste Pokémon. Oh, daar natuurlijk. Daarboven is denk ik. Dit is denk ik het huis van de professor. Dit ziet er wel aardig professorisch uit, jongens. Ik denk dat we hier moeten zijn. Give me my Pokémon. Hallo meneer. Bent u de professor? Nee. Volgens mij niet. Oh, oké. Kunnen we ook Mega Evolutions doen? Super vet. Gewoon Mega Evolution in deze game. Ja, hier moeten we zijn. Hier zijn papa en mama. Hallo, my name is Professor Cyprus. I'm the new professor in Meaty's town. I bet you are the... Ja, dat ben ik. Your parents were just telling me about you. You must be very excited to be getting your first Pokémon today. There are a few things you must know about Pokémon first. Pokémon are friends and we grow alongside them. They grow and in some cases evolve and change form as you battle with them. Your Pokémon will grow to love you as your adventure with them. Oh, that's cool. I've never known that before. Ja, yeah. Kan dit berichtje weg? Dit bericht moet weg. Dit is irritant. Ga weg. Oké. I want you now to pick a Pokémon that you would like to come. Maar kijk hoeveel Pokéballs er zijn. 21! Kunnen we gewoon uit alle Pokémon kiezen. Wow, Jasmine, Fennekin, Froakie, Rowlet, Litten, Popplio, Bulbasaur, Charmander. Ah, dit is super moeilijk. Wie moet ik gaan kiezen? Ah, we kunnen ze gewoon allemaal kiezen, man. Hoe moet ik dit ooit gaan... Hier kan ik toch geen keuze in maken, jongens. Hier kan ik toch echt geen keuze in maken. Dit zijn alle starters die ik kan krijgen. Tot aan de laatste aan toe. Oh, ik weet het niet. Ik weet het niet. Ik weet het niet. Chikorita kunnen we natuurlijk doen. Oh man. I don't know. Oké, ik weet het. Ik weet het. Ik heb één keer een Pokémon-avontuur gehad. En mijn starter was daarin zo goed. En dat speelde zo fijn. En die starter was deze. Dat was Chespin. Ja, ik wil Chespin. De gras-Pokémon. Ah, we hebben de Chespin. Your new Pokémon is so cute. The Pokémon definitely has potential in battle. I hope our Pokémon are best friends like we are. Oké. Super tof. We kunnen krijgen nog een gift. Is dat een map? Nee, het is een Pokédex natuurlijk. It's like an electronic encyclopedia that records the kinds of Pokémon you encounter and capture. Will also help me in my research with Pokémon. Also, if you like, you can come back anytime and purchase another Oh, huh? Kan ik gewoon deze Pokémon kopen? Oh, dat is wel vet. Dat is wel vet. Oké. Maar, dan moet ik dus met die assistent praten. En dan kan ik gewoon nog een Pokémon kopen. Nee, dat is Jake. Kan ik me... Ja, over 25 Pokémonies of whatever it is. Ik wil graag wel nog Pokémon kopen, maar... You'll have to save after you do so. Are you willing to save? Tuurlijk. Maar... Hoeveel geld heb ik? Oké, we hebben nu een gras-Pokémon. En dan moeten we nu dus ook nog een vuur-Pokémon hebben. En eigenlijk ook een water-Pokémon. Ik kies sowieso Squirtle. Ja man, Squirtle wil ik hebben. Terwijl... Hou eens op met die herrie buiten, man. Ik zit een video te maken. Man, waarom maken jullie herrie als ik een video zit te maken? Ga weg. Maar we moeten hier dus echt geld van kopen of zo. Dus dat gaan we niet doen. Dat gaan we niet doen. Oké, we gaan weg. We gaan kijken wat... Hey, wait up. Moeten we zeker gaan battelen tegen Jake. Fucka Jake, we gaan battelen. Let's battle. Welke Pokémon heb jij gekozen, Jake? Pokémon trainer Jake would like to battle. En hij heeft een Eevee. Oké. Chespin, doe je moves, jongen. Fight. En doe een Vine Whip. Yeah, een Vine Whip. Hij doet een Tail Whip. Helemaal goed. Dan gaat mijn defense naar beneden. Ik doe een Vine Whip op deze Eevee. En dat blijf ik gewoon een paar keer doen. En hopelijk gaan we dan winnen van Eevee. Eevee doet nu een tackle. Die doet 7 damage. Dus ik moet wel een beetje op gaan passen. Want
anders gaan we dit straks nog verliezen. De new grow, helemaal goed. Maar attack fell, dan heb ik hem nu nog niet neer, denk ik. Nee, we hebben nog zeker één move nodig. Doe nog een fine whip. Leg nog een tackle op ons hoofd, die doet pijn. Fine whip! Yeah, we hebben Eevee geslagen! Yeah, Chespin gains 69 points. En we zijn level 6, jongens. Bam! We zijn level 6 en al bijna level 7. We krijgen 200 Pokémonies. Maar daar kunnen we geen starter mee kopen. Nice fighting here. Let me heal your Pokémon. Helemaal top. Dankjewel voor het healen. Hey Papsmans. That was an excellent battle. Your father and I watch you while we're discussing things with the professor. We are very proud of you taking the step to become Pokémon trainer. Want you know that we will be supporting you as you explore Rodia. Oké, Rodia is dus de regio. We moeten heel erg voorzichtig zijn. En ik moet mijn tanden verlossen. We krijgen nog een gift. En wat is dit dan? Is dit onze tas? Een bronze brick. Wat kunnen we met die bronze brick? Wat kunnen we daarmee? Kunnen we daar überhaupt iets mee? We krijgen ook nog iets van Jake. Therefore catching well. Oh yes, 5 pokeballs. Super nice. Yay! We krijgen pokeballs en we kunnen Pokémon gaan vangen. Dit is super tof. Echt heel erg bedankt voor deze tip dat ik dit moest gaan spelen. Want ik vind het echt tot nu toe echt super, super, super leuk. Dus even kijken hoe ik in het menu kom. Oh wauw, er zit gewoon hier serieus een knopje met een menu. En hier kan je dus je Pokémon checken. We hebben dus nu een Chespin. En ik close dit gewoon eventjes. Hier is onze Pokédex. Oké, helemaal mooi. Dit is mijn trainercard. En ik wil, als jullie weten hoe ik mijn naam moet wijzigen, jongens, dan hoor ik dat graag. Want ik weet niet, man. Het lukt me niet om mijn naam goed erin te krijgen. En dan gaan we nu dit huis verlaten. En dan gaan we proberen onze eerste Pokémon misschien te gaan vangen. Ik hoop dat het gaat lukken. We krijgen een bericht van Zap Gaming. Volgens mij ken ik Zap. Die zegt hi crazy. Hoi Zap. Maar ik ben nu even een video aan het opnemen. Dus ik kan niet zo makkelijk praten, denk ik. Hier zijn nog veel meer huisjes. Wat is hier allemaal te doen, jongens? Moet ik echt serieus in elk huisje gaan kijken dan? Wie zijn dit allemaal? Did you know the Pokémon? Wacht. Oh, wacht. Laat maar. Hier komen we gewoon vandaan. Echt super suf. Even de camera draaien. Zo. En ik denk dat we nu deze kant op moeten. Er staat daar een of andere cool dude. Daar hier zo op de brug. Fakka. Wie ben jij dan? Here, let me heal your Pokémon. Oh, top. Nou, dankjewel. Goed dat ik dat weet. Good luck in your adventures out there. If your Pokémon ever need quick healing, come talk to me. Oké, top. Goed dat ik dat weet. Wie zijn jullie? Mind your own business. We're just hanging out. What are you looking at, kid? Oké, doei. Doei. Dit is de eerste route en nu moeten we gaan battelen, denk ik, tegen deze trainer, want we maken oogcontact. Bugs are the most interesting Pokémon. Ik weet niet of ik het daarmee eens ben. Scyther is natuurlijk wel super tof. En hij zendt er een Burnpole uit, een level 3 Burnpole. En dat, ja, ik heb alleen nog maar Fine Whip, dus dat is nog niet echt super handig eigenlijk. It's not very effective, dat weten we natuurlijk. Burnpole gebruikt String Shot, daar worden we iets langzamer van. En dit ziet er super vet uit, jongens. Echt, ik vind dit spel super tof. Ik hoop dat jullie dit ook super tof vinden dat ik dit speel. Want dan gaan we er gewoon lekker mee door natuurlijk. Dan gaan we dit gewoon lekker lang doen. Hij gebruikt Tackle, ik gebruik Fine Whip. Oké, helemaal top. Critical hit, it's not very effective. Maar we hebben hem wel verslagen. Deze Wurmple krijgt 25 experience points. Dan zijn we bijna level 7. Oh, je hebt nog een Wurmple. Ik kan nog geen Pokémon wisselen, jongens. Ik kan nog geen Pokémon wisselen, want ik heb alleen nog maar deze Chespin. Ik vind Chespin denk ik wel de coolste grasstarter. Al is Rowlet natuurlijk ook heel erg vet. Onze nieuwe Rowlet. Ik moet eerlijk zeggen dat ik bijna nooit een Bulbasaur heb gekozen in het verleden. Bulbasaur, nee, die heb ik gewoon nog nooit gekozen. Omdat ik gewoon Squirtle en Charmander allebei wel een stukje toffer vind dan Bulbasaur. Ja, sorry Bulbasaur. Je bent ook tof. Bulbasaur is ook tof, maar ja, nou ja. Je snapt wat ik bedoel. Terwijl ik deze tweede Wurmple probeer te verslaan. En dan hoop ik dat we naar level 7 groeien. Dat gaat wel lukken. Hij doet nog een keer Tackle. Ik doe nog een keer Fine Whip. En dan hebben we deze Wurmple gewoon lekker verslagen. Yeah! Chespin gained 25 experience points. We zijn level 7 geworden. Zap Gaming heeft een Prism Skill. Dat is wel top. En wij krijgen 72 Pokémon Monies. Pokémonies. Terwijl ik wel even ga healen. Oh nee. Nu moeten we gaan battelen tegen een Zigzagoon. Die ga ik niet vangen. Die ga ik niet vangen. Wat heb ik nou aan een Zigzagoon? Daar heb ik toch helemaal niks aan. Wat moet ik daar nou mee? Deze Zigzagoon is trouwens level 3. En die gaan we met 2 klappen gaan we die klaren. We krijgen nog een tackle op ons hoofd. En nu is de Zigzagoon ook wel neer. Hell yeah, Zigzagoon is neer. En zo verslaan we onze allereerste wilde Pokémon, jongens. We zijn super baas natuurlijk. En
Sepp Gaming found a shiny Entei. Hoe vind je een shiny Entei? Dat is wel echt super baas, als je gewoon een shiny Entei hier vindt. Oh, hier zijn ook andere spelers zo te zien. Unknown Girl en I'm Fuck 9 of zo. Eenvoudig nee. Hallo trainertje, zullen wij even battelen? I met my Pokémon on this route. Helemaal goed. En dan moeten we tegen Camper Jack. En die gooit er dus ook een Zigzagoon uit. Helemaal goed jongen, ik gooi mijn Chesspinner uit en wij gaan lekker battelen met mijn Fine Whip. Deze Zigzagoon is level 4 en de Zigzagoon is gewoon sneller dan ik. Serieus? Dat doe je goed, Zigzagoon. Deze Zigzagoon is ook best wel nice. We hebben 3 klappen nodig om hem te verslaan. Hij doet 2 keer Grow. Oh, misschien hebben we nu nog meer klappen nodig omdat hij dus Grow doet. Nee, valt mee. We hebben hem denk ik alsnog met de 3e klap neer. Hij doet Tackle, er gaat 3 HP bij mij vanaf. En bye bye Zigzagoon. We hebben 41 points, experience points. Bam, we zijn level 8. En we hebben Rollout geleerd. Maybe I should try to catch more Pokémon. Zou ik misschien maar gaan doen. En dan gaan wij eens even lekker door. Ik zie daar een Pokéball. Ik wil graag die Pokéball hebben. En Eindvak 9 is denk ik ook aan het battelen tegen deze gast. Terwijl, hoe zien hun er zo tof uit jongens? Ik wil er ook zo tof uitzien. Jullie moeten me echt gaan helpen hè, met Roblox. Want ik ben echt super noob. Super nieuw. Ik heb dit nog nooit gedaan. Nog ook niks anders van Roblox. Dit is echt mijn allereerste Roblox avontuur. Dus help mij. Zeg mij hoe ik toffe kleren kan krijgen. En zeg mij hoe ik... in ieder geval niet hoe ik deze Benelby moet verslaan. Want dat is super snel gelukt. We moeten nu tegen een Pidgey. En nee, ik wil geen Pokémon wisselen. Pidgey! Hey! Een Pidgey kan mij wel eens pijn gaan doen. Want ik heb geen goede moves voor Pidgey. It's not very effective. Pidgey used Tackle. Gelukkig kent deze Pidgey nog geen Gust. Want dat zou natuurlijk super effective zijn op mij. Maar deze Pidgey gaan we wel verslaan. Hoppakee. Doei Pidgey. Later. We krijgen 32 experience points. Super nice. I need to train my Pokémon more. Ja, dat zou ik misschien maar gaan doen. Man, ik wil nog meer starters. Nu ik weet dat je die starters kan kopen, jongen, wil ik echt heel graag nieuwe starters. Ik zag hier die Pokéball dan. En die wil ik gaan pakken, maar dan moeten we eerst gaan battelen met een wilde Benelby. En Benelby gaan we sowieso weer in één keer verslaan, toch? Toch Chesspin, dat gaan wij doen toch, met Vine Whip. We gaan hem in één keer verslaan, toch? Yeah, bye bye Benelby, doei! 13 experience points heeft dat opgeleverd en we vinden een potion, dat is altijd leuk. Unknown Girl, die lijkt mij een beetje te volgen. En Einfuck 9 staat hier te battelen en wij gaan nu ook battelen. Schijnt dat je dus ook kan ruilen met die mensen hier in de game. Dat is super tof, maar dat kan pas als je de eerste badge hebt gehaald. Dus dat kan nu nog niet. Een shiny Entei zou wel tof zijn. Die zou ik wel willen hebben jongens. Terwijl we hier weer battelen met een Zigzagoon en dit gaat allemaal makkelijk. Dit zijn stomme Pokémon. Deze Pokémon die wil ik niet vangen. Geen Zigzagoon en geen... wat hebben we nog meer gezien? Was het Benelby of was die niet wild? Ik weet het niet meer. In ieder geval zijn we hier in het volgende stuk. Terwijl iemand mij roept. Wie roept mij? I got here as fast as I could. Something terrible has happened. I need you to come back to town with me. I don't have time to explain. Let's go. Oké, we moeten terug naar de stad. Wat is er gebeurd dan? Terwijl hier Einfuck 9 en Unknown Girl hier ook staan. I'm so glad to see you're safe. I'm sorry to be the one to tell you this. But your parents have been abducted. What? Mijn ouders zijn ontvoerd, jongens. Not much is known yet, but it's suspected they were taken by a group of people known as Team Eclipse. Team Eclipse is zeg maar de bad guys van deze game. Dus de soort van Team Rocket van deze game. En ik denk dat we onze ouders moeten gaan zoeken. They're also dangerous and not to be trifled with. They seem to do whatever it takes to accomplish their goals. Ja. We moeten mijn ouders gaan zoeken, denk ik. Zullen we dat gaan doen? Did your parents say anything about their work when you saw them this morning? Ja. Dat hebben ze wel iets over verteld. Moeten we dan die grot in? I think for the time being it's best you to leave the town. Oké, we moeten gaan vluchten. Maar wij vluchten niet. Ik wil niet vluchten. Ik wil naar mijn ouders. Mijn ouders zijn daar zo. Op deze plek. Ja, precies. Kan ik hier iets doen? Unknown Girl wil hier ook wat gaan doen. Maar ze is net teruggekomen. Dus ik denk dat we hier niet doorheen kunnen. Nope, zo te zien niet. Ik wil wel springen, jongens. Ik weet nog steeds niet hoe je moet springen. Dus als jullie weten hoe ik kan springen, laat het me zeker even weten. Dat zou op zich wel lachen zijn, al is het natuurlijk wel zo. In Pokémon games kan je niet springen, Rick. Nee, dat klopt. In Pokémon games kan je zeker niet springen. Dus het zou inderdaad niet helemaal logisch zijn.
Ik ga nog eens even mijn Pokémon healen bij deze gast. Thanks. Dankjewel. Toppie. En dan gaan we weer verder. We gaan waarschijnlijk weer een beeld van Pokémon tegenkomen. En het is weer een Zigzagoon. Laten we deze Zigzagoon dan zeker nog even gaan pakken. Met een Fine Whip. Zo. Hij doet een Growl. En wij doen lekker Fine Whip. Damn. Bam. Lekker op je hoofd. Fine Whip. Nog een Fine Whip hier op je hoofd. Used Growl. Mijn attack gaat weer naar beneden. En bam. Moeten we nog één keer Fine Whip doen. En dan is het wel klaar. Met deze Ziggy Zaggy Zagoon. En terwijl zijn aanval mij nog maar 1 HP damage doet, jongens. We krijgen 27 XP. En we zijn naar level 9 gegroeid. Super nice. Super, 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 super tof. En dan gaan we weer verder. Gaan we hier langs deze vent. Gaan we hier trappetje op. Moeten we nog 1 keer door gras. Namelijk aan deze kant. En dan zijn we hier zo. En dan ben ik benieuwd wat hier allemaal achter deze deur is, jongens. Wat is er achter deze deur? Hallo, mevrouwtje. Hallo. Dit is Pokémon in Route 1. Deze Pokémon hierachter zijn best wel zwak. Maar de Pokémon die we nu nog tegen gaan komen, die zijn iets sterker. I recently learned that Pokémon get more experience when they battle trade. Wow. Oké, super nice. Dus als je nog nooit Pokémon hebt gespeeld, dan helpen al deze gesprekken je eigenlijk best wel goed met het ontdekken van hoe een Pokémon game nou eigenlijk gespeeld moet worden. Dit is Chasma Town. En iemand zegt, hey over there, you look like a brand new trainer. This must be your first time traveling alone. Inderdaad, we zijn voor het eerst hier. Ja, en mijn ouders die zijn ontvoerd. En zij heeft wat informatie over Team Eclipse. En ik moet naar haar huis, zodat we nu in privé een discussie kunnen gaan voeren. Is dit jouw huis? Dit is jouw huis. Nou, vertel maar wat je weet over Team Eclipse dan. Your parents were taken by Team Eclipse. Gosh, that must be awful. I bet you must miss them. Also, they gave you the necklace before they were... Is er iets met mijn necklace? Is er iets aan de hand met mijn... Het is oud en het is waardevol. Ik hoop niet voor jou dat jij mijn necklace hebt gepikt. Mevrouw? Waar ben jij? Wie... Oh, dit is Jake. Toch? Nee, niet. Wie is dit? Ja, zie je, die chick heeft mijn necklace, heeft gewoon mijn ketting gepikt. Die mijn ouders aan mij hebben gegeven. What? We moeten in ieder geval naar het bos buiten de stad. En daar zou die chick dan naartoe zijn. Wow. Deze chick is echt heftig. Zomaar pik je gewoon mijn spullen. Dit kan je niet maken. She's in here somewhere. I'll wait right here so she doesn't get away. Ik moet er gaan zoeken en mijn ketting terug zien te krijgen. En dat gaan we natuurlijk doen in de volgende aflevering. Ik hoop dat jullie dit super tof vinden. Doe in dat geval een blauw duimpje omhoog. Ik vind het in ieder geval hartstikke leuk om dit te spelen. En ik ga snel de volgende aflevering opnemen. Ik zie jullie later als jullie abonneren op mijn kanaal. Mazzel!